Het was met Pasen weer een echt Hollands weertje. Desondanks waren van ochtend tot 's avonds de rondvaartboten in de weer. Op de verkeerswegen heerste grote drukte. En dat bracht veel werk mee voor de patrouilles van de wegenwacht. In de speeltuinen en lunaparken draaide alles op volle toeren. In de havens werd uiteraard niet gewerkt. Maar de spoorwegen wisten van geen ophouden. Vooral niet op Madurodam, het miniatuurstadje in Den Haag dat op de paasdagen duizenden bezoekers trok. Het Madurodamse Schiphol is een getrouwe nabootsing van onze nationale luchthaven. Vlak daarbij varen de dubbeldeks veerponten, zoals die dienst doen op de nieuwe waterweg tussen Vlaardingen en Pernis. Het stadhuis is een kopie van het Hilversumse raadhuis. Het was kort voor Pasen weer geopend door minister Toxopeus, die toen bovendien het binnenhof inwijdde, de nieuwste aanwinst van Madurodam. De gouden koets geven aan Madurodam, het stadje waarvan de inkomsten bestemd zijn voor het Nederlands Studentensanatorium in Laren. Ja.